Lieve kinderen, ik heb weer een filmpje gemaakt over mijn hond, over Kira. Ik heb namelijk verteld, en dat gaan we laten zien, dat Kira in een kennel vast zat. En dat hij ontsnapt is op een hele bijzondere manier. Hoe kom je er nou uit, hè? Ik laat je straks eerst eventjes de kleine opening zien, waardoor Kira probeerde eruit te komen. Want het was eigenlijk onvoorstelbaar dat de hond op deze manier eruit zou komen. Echt gewoon, dat kan eigenlijk niet. En toch gebeurde het. Het kon eigenlijk niet en toch gebeurde het. Nou, en dat is eigenlijk, dat vinden wij nou zo leuk om dat jullie te laten zien. Want soms zijn we wel in situaties dat je denkt, die kan bijna niet opgelost worden. En dan gebeurt het toch. Nou, even kijken. Ja. Oké. Kom maar, Kira. Jij mag uit de hok komen. Oké. Maar dat is wel heel erg moeilijk hoor, voor Kira om eruit te komen. Terwijl we dachten, nou dit lukt nooit met die hond om er door te komen, wist ik ook uit ervaring dat Kira echt wel 10, 15 keer op deze manier ontsnapt is. En ik wilde het nu eigenlijk alleen maar zeker weten dat hij het op deze manier deed. Maar dat ga je nu zien. Hij komt er bijna uit. Zijn poot komt erdoor. Het lijkt wel een bevalling bijna. Zo komt hij eruit. Maar kijk, nu komt hij er bijna 1 poot erdoor, 2 poten op de grond. Weg is hij. Hij is eruit. Lieve kinderen, als je zo kijkt naar dit filmpje en naar deze wonderbaarlijke ontsnapping van Kira. Weet je, als ik dan aan de Heer Jezus denk, dan moet ik denken aan een vers uit Jesaja 61, waarin staat dat de Heer Jezus naar ons toe is gekomen om ons vrij te maken. Vrije mensen te zijn, vrije kinderen te zijn. Dat is iets waar mens en dier zoveel om geeft. Dat zo belangrijk is voor ons leven. En de Heere God weet dat. En daarom is de Heere Jezus gekomen om ons vrij te maken. Nou, ik hoop dat je met dit filmpje het in je hart bergt. Jezus wil mij vrij maken. Jezus gaat voor mijn vrijheid. Dat ik een vrij mens mag zijn. Een vrij kind mag zijn. Oké, tot de volgende keer. Dag!